Aan het einde van de vorige serie video's zagen we al dat er een einde kwam aan het communisme in Europa. En die serie die liep dan ook tot het jaar 1989. Nou ja, en als je dan op je eindexamen kijkt, dan staat er dan ook een dikke streep. En dan staat er ineens: een nieuwe wereldorde vanaf het jaar 1990. En dat is het stukje waar we nu in gaan en dan moeten we toch nog even stil blijven staan bij ja, als die Koude Oorlog dan voorbij is, hoe dat dan precies gebeurt. Dus daar gaan we even heel kort op in in deze eerste video. Daarna gaan we kijken wat er verder gebeurt in de wereld en in Nederland na 1990. Oké, okay, ja, die die Koude Oorlog, die is voorbij. Symbolisch daarvoor is die val van die Berlijnse Muur in 1989. In dat jaar zie je dan ook echt dat communistisch Oost-Europa uit elkaar valt. He, dus in uh, Polen komen er vrije verkiezingen. In de Hongarije komen er vrije verkiezingen. Daar wordt als eerste de communistische regering aan de kant geschoven. Later zie je dat ook in Tsjechoslowakije gebeuren. In Roemenië komt de bevolking in opstand. En dan blijven eigenlijk alleen Oost-Duitsland en de Sovjet-Unie uh, nog over als uh, communistische landen. En voor Oost-Duitsland, die DDR klinkt dat misschien gek, want die Berlijnse muur is toch gevallen. Maar dat betekent niet dat daarmee meteen ook die communistische regering weg is. Maar die val van die Berlijnse muur maakt het wel makkelijker voor Oost-Duitsers om naar West-Duitsland te vertrekken. En dat gaat echt enorm snel. Hè? De, na de val van die Berlijnse muur vertrekken er per dag zo'n 2000 Oost-Duitsers vanuit uh, de DDR naar de BRD. Vanuit Oost-Duitsland dus naar West-Duitsland. Nou ja, West-Duitsland heeft al moeite met uh, al die mensen op te vangen, maar voor Oost-Duitsland is dat helemaal rampzalig. Want ja, daardoor staat de economie bijna op instorten, en er moet dus iets gebeuren. En de West-Duitse kanselier, de regeringsleider in West-Duitsland, die komt dan met een voorstel tot Duitse eenwording. We moeten weer één Duitsland worden, Oost en West samen. En uh, hij stelt dan ook voor aan de Oost-Duitse regering om vrije verkiezingen uit te schrijven. Uh, zodat de bevolking zelf kan kiezen in Oost-Duitsland of ze weer bij uh, West-Duitsland willen horen. Of er weer één Duitsland moet komen. Nou en uit die verkiezingen blijkt dan dat de grote meerderheid kiest voor die Duitse eenwording en vanaf 3 oktober 1990 is Duitsland weer één land geworden. En dat Duitsland, dat blijft lid van de Europese Unie, want dat was West-Duitsland al, en dat blijft ook lid van de NAVO. Maar dat is dus ergens eigenlijk wel gek, want Oost-Duitsland hoorde al bij het Warschau-pact en nu horen de Oost-Duitsers in één keer weer bij, du bij Duitsland en dus ook bij de NAVO. Nou ja, dan blijft er nog maar één land over, de Sovjet-Unie. De, de, de mother Russia, de, 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 de grote, uh, het grote communistische land. En in 1990, 1991 zijn er steeds meer uh, Sovjet-staten, zoals dat heette. Want de Sovjet-Unie was een unie, een verzameling van verschillende staten. die zich af gaan scheiden, die zich onafhankelijk gaan verklaren. Hè. Bijvoorbeeld uh, Litouwen doet dat, en, en Oekraïne doet dat. En dan zie je dus dat die hele Sovjet-Unie uit elkaar valt. En dat betekent dat er een einde komt aan die Koude Oorlog. En dan is de kaart, zoals je hem hier ziet, dat roze gebied dat is Rusland en al die andere gekleurde gebieden: Kazachstan, Oezbekistan, Turkmenistan, Oekraïne, noem allemaal maar op. Die hebben zich dus afgescheiden van de Sovjet-Unie. Dat zijn onafhankelijke landen geworden. Ze hoorden eerst bij de Sovjet-Unie, die valt dus uit elkaar en dan blijft er in de wereld eigenlijk maar één supermacht over in het begin van de jaren 90 en dat is de Verenigde Staten. En nou snap je misschien ook wel waarom dat laatste gedeelte van die examenstof een nieuwe wereldorde heet. Want uh, ja, de, de orde in de wereld is heel erg veranderd. Van twee grote supermachten die tegenover elkaar stonden, is er eentje weggevallen en blijven dus alleen die Amerikanen over. Dus de wereldorde is echt nieuw geworden.